In de Arnhemse binnenstad vonden deze week voorbereidingswerkzaamheden plaats voor Koningsnacht en Koningsdag. Podia werden opgebouwd, toiletvoorzieningen en crowdcontrolschermen geplaatst. Standwerkers, hoogwerkers en bewakers deden hun werk en het uiterlijk van de trans en de markt veranderde in festivalterreinen. Met meer dan 20 podia en 200 artiesten is Koningsdag Arnhem het grootste gratis festival van het land. Op alle pleinen, stadsparken en zelfs onder de bruggen van de stad vind je verschillende area's.